Iedereen luistert. Lekker zitten. Kruis je benen zoals het past. Laat je handen landen. Op je knieën, je bovenbenen. Creëer even lengte over je wervels in je rug en je nek. Stuur je kruin een beetje meer op. Je kin een klein tikje naar je borst. Dus verleng echt de wervels in je nek. En voelt het prettig, dan sluit je alvast zacht je ogen. En anders maak je in ieder geval je blik zacht. Wieg een beetje heen en weer of draai kleine cirkels vanuit je core. Geef jezelf even een moment om te landen. Voel even na hoe je zit. De gronding van je lijf, het contact met je lijf, met de mat. Alles waar wat je zintuigen kunnen waarnemen, alle geluiden om je heen, in deze ruimte, maar ook daarbuiten. Temperatuur in de ruimte. Geuren die je kunt waarnemen. En om nog een klein beetje meer te landen, al vanaf dat begin. Adem langzaam en volledig leeg, waar je ook bent in dat ritme van je adem. En dan adem je door je neus, vanuit je buik, de ruimte omhoog in één keer naar de top van je borst. En dan open je je mond en laat je het los met een zucht. Adem in door je neus, alle ruimte omhoog naar de top van je borst. Voel de ruimte, de kracht, de energie op die inademing. Open je mond en laat weer los met een zucht. Laatste keer, adem rustig maar diep in. Voel alle ruimte, alle energie. En laat met die zucht even alles los wat je het komende uur in je practice niet kunt of wil gebruiken. En dan sluit je langzaam je mond en ga je naar een in- en uitademing door je neus. Dan ga je langzaam die in- en die uitademing aan elkaar gelijk maken. Adem net zo lang in, bijvoorbeeld 3 of 4 tellen, als dat je uitademt. Met of zonder een pauzemoment richting de top van je borst of juist lager onder in je buik. En die cirkels van adem die ga je volgen in gedachten. Die inademing begint in je buik en via je middenrif zoek je dan de ruimte omhoog door de top van je borst. En uitademend langs de achterzijde van je rug en je flanken laat je de adem dan weer landen lager onder in je buik. Zo volg je die cirkels in gedachten. Observeer wat iedere inademing je brengt. Je hebt een uitademing die nog een klein beetje meer kunt loslaten. Dus achter je gezicht, een frons op je voorhoofd, kaken ontspannen, wanglippen zacht. Ontspannen naar je schouders, naar je armen. Nog steeds waarnemend, alles wat je kunt waarnemen om je heen. Maar ook de aandacht bij jezelf brengt aan hoe je je voelt in je lijf. Heel bewust beginnend aan je practice. Langzaamaan alles wat je net nog hebt gedaan of straks gaat doen na je practice. Buiten je mat latend. Kun je de rust een beetje meer bewaren in je hoofd of spookt het nog alle kanten op. Kan die adem je helpen een beetje meer rust te bewaren. Niet alleen in je lijf, maar ook in je hoofd. De volgende inademing neem je dan je armen langs je orenhoofd, breng je boven je hoofd, vingertoppen bij elkaar. En uitadem met handen een keer langzaam naar je borst. Adem in, armen langs je orenhoofd, lift op, maak groot en lang. En uitadem met handen een keer weer naar je borst. Laatste grote cirkel, zijwaarts omhoog. Kijk mee op als die ruimte er is. En uitadem met handen een keer naar je borst. Duimen naar je borstbeen. Misschien nog even je kin in de buurt van je borst in intentie zettend voor je practice. Als dat iets is wat bij je practice past. En dan neem je rustig je hoofd terug op naar neutraal. Open je ogen. En dan gaan we naar een puppy stretch. Dus breng je handen voor je in de mat. Breng je zitbordjes een klein beetje meer naar achter. Hou je heupen in lijn met je knie. En loop vooral met je handen verder door naar voren. Dus je bent laag bij de mat. Hou je armen gestrekt, je handen in de mat. Even actief in je armen. Zet je onderarmen naar de mat en leunen tot aan je elleboog. Laat je hoofd zweven of als er ruimte is, zelfs je voorhoofd landen in de mat. Of misschien niet je voorhoofd, maar het topje bij je kruin iets meer. Zoek even lengte, alle ruimte. Rustig in en langzaam uitademend. Navoelend, lengte langs je rechterarm, langs je flank naar je heup.
Lengte langs je linkerarm, langs je flank naar je heup. Je voeten ontspannen, schijn een wrevende mat. Je navel misschien iets naar binnen als je volledig uitademt. Voelt het goed om je hoofd zo te laten zweven, of je hoofd zelfs te laten rusten qua spanning in je schouders en in je nek? Wat gebeurt er met het ritme van je adem in deze houding? Blijf nog heel even hier. Rustig inademen. Langzaam uitademen. En dan breng je wel je onderarm in de mat tot richting je elleboog. En dan neem je jezelf tussen je armen door en langzaam laat je het bekken landen in de mat. En dan breng je je handen even voor je uit. Elleboog in lijn met je schouders en eindig je even in de swings en voel je even naar je schouders. Stuur je kruin iets op, hou je armen actief van de toppen van je vingers tot aan je elleboog. Maak het bekken zwaar, duw je schenen wreef even in de mat. Dan waai je je ellebogen zijwaarts uit naar buiten. Schuif je handen terug tot naast je borst. Blijf zwaar in je hoofd en je schouders. En rol met een ronde rug omhoog en breng langzaam je zitbordjes helemaal naar achter richting je hiel. En maak je even rond in een child's pose. Armen weer actief voor je, maar nu wat kleiner in die houding. Wat ontwakter in je houding, misschien je knieën tegen elkaar, je borst, je buik echt bovenop. Of je knieën juist iets meer zijwaarts, alleen je grote tenen in het midden iets tegen elkaar. Een beetje meer ruimte creëren voor jezelf. Hoofd nog steeds laten zweven of opnieuw laten rusten in de mat. Inademend kijken we rustig op en uitademend rol met een ronde rug terug naar voor. En plaats je onderarmen in de mat. Spreid je vingers nog steeds. Hou je schouders nog steeds in lijn met je elleboog. Vanuit hier gaan we dan naar een cat-cow. Schenen en wreef nog steeds ontspannen in de mat. Wat fijner voor je knie. Op een inademing kantel het bekken, lift het hartgebied, kijk mee op. En uitadem het rol er doorheen, maak een ronde rug, laat je hoofd hangen of kijk eens het poortje van je benen naar achter. Adem weer in, kantel het bekken, lift het hartgebied, langzaam naar je rollen. En uitadem het rol er doorheen, maak een ronde rug, navel naar binnen, adem volledig leeg. Adem in, kantel het bekken, lift het hartgebied, kijk iets mee op. En uitademend rol er weer doorheen, maak een ronde rug. Laatste keer kantel het bekken vanuit laag in je rug naar het midden van je rug. Zoek de ruimte naar de top van je borst. En rol er weer doorheen naar die ronde rug. Maak je zo rond als je kan. Duw je schouders en je rug omhoog naar het plafond. Kom langzaam terug naar neutraal. Laat je handen staan waar ze zijn. Bel je elleboog uit de mat, helemaal tot aan je hand. En dan gaan we opnieuw naar een klein beetje meer cat-cow beweging, maar met je handen nu niet onder je schouders, maar verder bij je vandaan. Op een inademing kantel het bekken, lift het hartgebied, buig misschien je elleboog. En uitadem het rol doorheen, maak een ronde rug, voel misschien na hoe dit anders voelt dan daarnet. Adem weer in, kantel het bekken, lift het hartgebied, kijk mij op, een beetje meer ruimte. Uitadem het rol er weer doorheen, maak een ronde rug, zo rond als je kan. Nog twee keer. Misschien beweeg je iets sneller. Misschien beweeg je juist iets langzamer. Na. Rol er doorheen. Blijf navelen en bewegen op het ritme van je adem. Maak dat het belangrijkste van je practice. Laatste keer als je met mij mee beweegt. Rustig door naar die ronde rug. Eindig weer terug richting neutraal. Loop je handen terug onder je schouders. En dan gaat je rechtervoet helemaal door naar de achterzijde van de mat. En dan draai je linker schenen wreef naar buiten. Linkerhand blijft onder je schouder. Rechterhand rijdt omhoog. Gateway pose. Duw je heupen iets naar voren. Rijk omhoog. Kijk omhoog. Als het goed voelt voor je schouders en je nek. Rechtervoet goed in de mat. Linker schenen wreef in de mat. Rijk dan met je rechterhand naar achter. Neem jezelf helemaal door omhoog. En rijk dan met je rechterhand meer naar de zijkant van je rechterbeen. Je linkerarm gaat langs je oor zijwaarts. Beetje meer rijkend over je hoofd heen, mee naar die rechterkant. Stuur je kruin schuin mee. Laat je linkerhand weer rustig landen. Plaats je rechterhand ernaast. Draai je linkerknie en je rechterschenenvlever terug naast elkaar. En voel heel even na. Draai nu je rechterschenenvleef naar buiten. Linkervoet stapt naar achter. Rechterhand blijft onder je schouder. Linkerhand blijft omhoog. Maak je groot, maak je lang. Rol die linkerschouder echt terug naar je rug. Grond je linkervoet. Kijk zijwaarts, terug naar de schoen. Of mee omhoog als het beter voelt. Schouder, qua nek, qua spanning. Linkerhand reikt weer naar achter. Rechterhand komt rustig uit de grond. En dan door die teen heen bewegend gaat je linkerhand naar de zijkant van je knie op je been. En je rechterarm langs je oor.
Duw je heupen nog steeds iets naar voren, span je billen nog steeds iets aan. Blijf contact houden, rechte schenen wreef van de mat en je linkervoet. Rechterhand sla ik weer naar voren, linkerhand grote ratslag terug in de mat. Rechter schenen wreef rustig terug in de mat. Linkerknie, tenen in de mat. En dan klop ze even uit. Neem je tenen in de mat, breng je knie iets dichter naar elkaar en loop op de toppen van je vingers rustig omhoog richting topo's. Kijk of je kleine tenen dans misschien niet ontspringt, dus breng je hielen misschien een klein beetje meer naar buiten. Wordt die te heftig, kun je altijd terugkomen naar je scheen en naar je wreef. Maak een kommetje van je handen, breng die richting je hart, breng je kin naar je borst, adem langzaam in. Adem dan rustig uit en duw je handen naar de voorzijde van de mat en maak een ronde rug naar de achterzijde van de mat. Inademend, zwaai je armen langs je oren hoog. Mini backbend, kijk een beetje op. En uitademend, breng je handen richting je knie, maak een ronde rug. Inademend, doe je handpalmen omhoog. Lift, kijk mij op, iets in die backbend. Uitademend, langzaam je handen weer richting je knie, iets ronder in je rug, keer naar je borst. Laatste keer omhoog, adem in. En nu adem uit, kijk tussen die armen, dus ellebogen in lijn met de schouders, lift het hartgebied. Kijk mij op, blijf hier. Punten van je schouders breng je een klein beetje weer naar je rug. Alsof je het hartgebied echt wil liften omhoog naar het plafond. Kijk mee op of meer voor je uit als er te veel spanning ontstaat in je nek en naar je schouders. Kom helemaal weer terug naar neutraal. Dus plaats je handen langzaam bij elkaar. Zwaai ze terug tot in de mat. Schenen en wreef in de mat. Klop je voeten los. Of lift en draai een rondje met je voet. Dan breng je je tenen rustig terug in de mat. Handen in de mat, lift knie, lift heup. En breng alles omhoog richting downward facing dog. Peddel het er heel even uit. Rechterhiel, linkerhiel. Voel het even na of je iets wil buigen naar je elleboog. Of je iets onder je oksel mee wil doorkijken naar links en naar rechts. Of dat je liever heel even dat moment van de verstilling zoekt. De lengte over de wervels in je rug. Je zitbordjes rijken schaam omhoog. Duw jezelf omhoog en naar achter. Vanuit de toppen van je vingers je handpalmen. Ellebogen draai je iets naar buiten. Oksels draai je weer iets naar elkaar. Creëer een klein beetje meer projection in de schouders. Rol naar je tenen. Buig je benen. Kijk naar je handen. En loop rustig naar de ruimte tot achter je handen. Plaats je voeten heupbreedte en vouw mee voorover. Inademend lengte en ruimte. Handen naar je scheen of vingertoppen in de mat. En uitademend maak de ruimte weer klein. Vouwen naar elkaar. Inademend, armen langs je oren hoog, lift op, maak groot en lang, rijk op, kijk op als die ruimte is. Uitademend, handen en knieën naar je borst. Adem in, zwaai omhoog, armen langs je oren hoog, of weer de voorzijde van de mat. Uitademend, rol door het midden naar beneden, buig je benen, plaats je handen in de mat en stap terug naar achter, hoge plank. Laat je knieën langzaam landen in de mat, mini push-up tussen je armen in, borst naar de mat, neus naar de mat, trek jezelf weer terug omhoog. Stuur je zitbordjes naar je hiel, alsof je naar Charles Bronson wil. Trek jezelf door je armen, kom naar Cobra Pose, geen wreef in de mat. Of rol rustig omhoog naar Upward Facing Dog. Via handen en knieën of rol over je tenen. Eindig je weer terug, Downward Facing Dog. Voel twee in- en twee uitademingen na. Eerste bewegingen door je lijf, langzaam steeds een beetje actiever. Inadem het liftje, het rechterbeen, swing like a dog. Rechterbeen, stap je naar de voorzijde van de mat, naar de buitenkant van je rechterhand. En dan laat je die linkerknie even landen. Beide vingertoppen binnenkant van die rechtervoet. Lift je hartgebied, kijk schuin iets mee op. Alsof je een beetje naar een upward facing dog wil. Voelt het niet goed in je knie, dan leg je daar een dekentje onder of een handdoek. Liefst die tenen in de mat. Linkerhand gaat iets krachtiger in de mat, de rechterhand reikt omhoog. Open mee. Open mee vanuit laag onderin je rug, niet zozeer door mee te draaien vanuit je heup. Rechterhand gaat rustig terug in de mat. En dan lift je linkerknie, lift je heup. En breng alles omhoog en naar achter, richting een extended pyramid. Handen blijven naast je rechtervoet, of je loopt langzaam een klein beetje mee naar achter. Een klein beetje meer ter support in je balans. Maar de kracht komt echt vanuit die benen. Dus schaar die benen naar elkaar en een beetje meer naar de middenlijn. Handen lopen misschien weer terug tot naast die rechtervoet. Buig weer terug in je rechterbeen. Rechtervoet gaat weer terug naar achter en omhoog. Naar een three-legged dog. Lift hem weer terug omhoog. Vanuit hier gaat hij naar een hoge plank. Dus neem die rechterknie mee naar je rechter elleboog. Maak klein. En dan langzaamaan laat je hem naar beneden glijden langs die rechterarm.
Draai je rechtervoet weer naar buiten. Laat je linkervoet weer landen. Rechterhand weer onder je schouder. Linkerhand reikt weer terug omhoog. Gateway pose. Linkerhand reikt naar achter. Rechterhand komt uit de mat. Grond weer terug naar je linkervoet. Linkerhand valt door. En de zijkant van je linkerbeen. Rechterarm gaat langs je oor hoog. Groei weer langs. Stuur je kruin weer zijwaarts. Beide handen met een grote latslag weer terug in de mat. Draai je rechterknie weer achter je rechterpols. En laat je linkerknie weer teruglanden achter je linkervoet. Voel weer even na. Breng je tenen in de mat. Duw handen in de mat. Lift knie, lift heup. En alles gaat weer terug omhoog. Richting downward facing dog. Op een inademing lift je dat linkerbeen. Three-legged dog. En uitademend breng je die linkervoet naar de voorkant van de mat. Aan de buitenkant van die linkerhand. En dan laat je rustig die rechterknie landen. Vingertoppen, binnenkant van je linkervoet. Lift het hart, rol je schouders terug naar achter. Kijk iets mee op. Alsof je een stijgende lijn bent vanuit achterin je knieholte. Langs de achterzijde van je rechterhamstring. Je heup, je rug, helemaal langs je nek. Langs de achterzijde naar de top van je kruin. Vanuit daar gaat die rechterhand iets meer in de mat. Dan gaat je linkerhand omhoog en voeg je dan een twist aan toe. Stijgende lijn blijft nog steeds hetzelfde. Rol die rechter schouder terug naar je rug. Rijk omhoog met links. Kijk omhoog. Linkerhand gaat terug in de mat. Lift je rechterknie, lift je heup. Alles gaat omhoog. Extended pyramid. Grond die beide voeten. Mini pas naar voren, misschien met één van beide voeten. Of een buiging in één van beide benen. Loop je handen onder je schouders. Of hou ze naar de voorzijde van de mat. Linker tenen mogen uit de mat als het goed voelt voor je hamstring. En je kunt je heupen dan samenhouden. Kijk of je wat meer kunt vouwen vanuit dat heupgebied. Langzaamaan grond je weer terug. In die linkervoet buig je linkerknie. En dan gaat dat linkerbeen weer terug naar achter naar die three-legged dog. Lift het weer terug. Omhoog. Maak je weer groot aan de mat. Gaat linkerknie mee naar de voorzijde van de mat. Naar je elleboog. En dan kom je weer naar die hoge plank. Linkerknie blijft heel even zweven. En dan gaat hij langs de achterzijde van die onderarm naar beneden. En dan land je in de mat. En dan draai je je linkerscheen of weer naar buiten. Laat je rechtervoet weer landen. Linkerhand onder je schouder. Rechterhand reikt weer omhoog. Doe je heupen iets naar voren. Span je billen iets aan. Mooi. Stuur je kruis ruim zijwaarts mee. Rechterhand reikt weer naar achter. Linkerhand komt uit de mat. Rechterhand gaat helemaal door naar de zijkant van je been. Linkerarm rijdt langs je oor. Zijwaarts mee. Maak je groot, maak je lang. Misschien langzaam nog iets meer ruimte zoekend. Over je hoofd heen mee. Naar de rechterkant. Linkerhand weer grote zwaai terug in de mat. Rechterhand weer terug in de mat. Linkerknie weer achter je linkerpols. Rechterknie weer achter je rechterpols. Voel weer heel even. Handen in de mat. Tenen in de mat. Lift weer terug omhoog. Downward facing dog. Rol naar je tenen. Buig je benen. Kijk naar je handen. Loop op stap op spring weer naar de ruimte tot achter je handen. En vouw mee voorover. Inademen. Zoek je lengte en je ruimte. Lift weg. Flat weg. Uitademen met vouw naar je benen toe. Verklein de hand. Adem in grond vanuit je voetarm langs je voorhoofd. Denk om de lamp. Uitademen met handen en knieën naar je borst. Inademen met grond vanuit je voet. Lift op. Maak groot. Maak ruimte. Uitademen. Neem de energie mee naar beneden. Buig over je benen heen. Plaats je handen in de mat. En stap terug naar achter. Naar die hoge plank. Knieën in de mat. Mini pushje. Of je slaat hem over als dat te heftig is. Zitbordje stuur je naar je hiel, alsof je naar child's pose doet. Trek jezelf door je armen, land in cobra. Of rol door naar upward facing dog, vreef je hand van je billen aan. Rol over je tenen of rustig via handen en knieën terug. Richting die downward facing dog. Inademend lift het rechterbeen. Three-legged dog. Rechtervoet drijft weer naar de voorkant van de mat en de buitenkant van je rechterhand. En nu hou je dat linkerbeen hoog, linkerhand onder je schouder, rechterhand rijdt omhoog. Maak je weer groot, maak je weer lang. Haal de twist weer vanuit laag in je rug. Dus laat die linkerheup niet hangen naar beneden, waardoor je rechterheup hoger is. Hou die linkerheup net zo hoog als die rechterheup. Rechterhand weer terug in de mat. Kijk mee naar beneden. Inademend over de mat, iets op en naar voren. En uitademend, alles gaat omhoog en terug naar achter. Naar die extended pyramid. Heupen weer samen. Handen weer een beetje meer ter support voor je balans. Vouw weer langs de binnenkant van dat been. Of maak je juist iets ronder als dat beter voelt of past. Buig terug in de rechterknie. Grond naar je rechtervoet. Rechtervoet gaat weer terug naar achter. Three-legged dog. Lift hem weer terug omhoog.
Rechte knie gaat weer mee naar voren. In die hoge plank. Breng hem weer naar die elleboog toe. Laat hem langs je elleboog naar beneden gaan naar je pols. Laat hem landen. Draai je rechterschenen wrijving naar buiten. Groet je linkervoet. Rechterhand weer onder je schouder. Linkerhand draait weer terug omhoog. We zijn hier eerder geweest. Dus kijk of je een beetje meer ruimte kunt voelen. Linkerhand reikt naar achter. Rechterhand komt omhoog. Linkerhand gaat door naar de zijkant van je been. Rechterarm langs je oorhoog. Stuur je kruin nog steeds zijwaarts. Grond die linkervoet. Voel je rechterschenen wreven hand. Grote radslag terug. Beide handen weer terug naar de voorzijde van de mat. Draai nu opnieuw je linkerteen in de mat. Draai je rechterschenen wreven mat. En lift weer terug omhoog. Richting die spier bij het oog. Rechtervoet gaat nu naar de binnenkant van die rechterhand. Stap hem door naar voren. Grond je linkerwiel. En bouw hem op naar een warrior toe. Linkerhand raakt naar achter, rechterhand raakt omhoog. Land in die warrior toe. Grond echt goed naar voren, grond echt goed naar achter. Maak het bekken zwaar in het midden. Rijk naar voren met rechts, alsof je iets wil pakken. Rijk met links naar achter bij je vandaan. Inadem met armen langs je oren, hoog licht, maak groot en lang. Uitadem met land, kijk weer over rechts. Adem in, voelt het goed, kijk je mee naar links, trek het rechterbeen. Uitadem met buig het rechterbeen, kijk weer over rechts. Laatste keer adem in, lift op, maak groot en lang. Uitadem het land weer rustig terug in het midden. Linkerhand gaat onderlangs, rechterhand gaat naar beneden. Beide handen weerskanten van die rechtervoet. Rechtervoet gaat weer terug naar achter en omhoog. Three legged dog. Vanuit die three legged dog landt die rechtervoet weer terug in de mat naast die linkervoet en eindig je weer terug in downward facing dog. Inadem het lift het linkerbeen, three legged dog, heupen samen, been hoeft niet hoog als het niet goed voelt. Linkervoet voorkant van de mat, buitenkant, linkerhand. Rechterbeen blijft omhoog en actief. Rechterhand meer gegrond op een blok of op een vingertoppen. Linkerhand reikt omhoog. Twist weer vanuit laag in die rug. Denk aan die rechterhand. Trek hem iets omhoog, terug naast links. Kijk mee zijwaarts of omhoog als die ruimte er is en het voelt goed. Linkerhand reist weer terug naar beneden. Kijk mee naar beneden. Op die inademing kijk je over je mat naar voren. En op die uitademing het heup als een blokje omhoog en naar achter. Weer een mini pas naar voren of een buiging een van die beide benen. Handen ter support voor je balans meelopen tot daar waar ruimte is. Tenen mee uit de mat als het goed voelt. Vouwend langs de binnenkant van je been. Of juist ruimte zoekend naar de voorzijde van de mat. Terugbuigend in je linkerbeen, grondend naar je linkervoet, handen in de mat, linkervoet reist weer terug naar achter en omhoog. Three legged dog. We bouwen weer op naar die gateway pose. Eerst naar die hoge plank, linkerknie gaat weer mee. Schuif hem weer langs je achterkant van je arm naar beneden. Kickstand hem naar buiten, rechtervoet landt in de mat. Linkerhand blijft onder je schouder, rechterhand draait weer omhoog. Maak je weer groot en lang, rol je schouders weer terug naar je rug. Rijk met je rechterhand weer over je hoofd heen bij je vandaan. Naar de rechter en achterkant van je mat. En door helemaal rechterhand, zijkant van je been. Linkerarm langs je oorhoog. Mooi. Blijf die ruimte zoeken. Misschien nog een beetje meer ruimte dan daarnet. Grote zwaai terug naar de voorzijde van de mat. Met beide armen. Dan laat je die rechtertenen landen wat heel wijst omhoog. Linker schenen wreef in de mat. Linkerbeen gaat weer terug omhoog en naar achter. Richting die three legged dog. En die three-legged dog wordt een warrior. Dus stap die linkervoet naar de voorkant van de mat. Binnenkant die linkerhand. Rechter in de land in de mat. Allemaal warrior toe. Rechts valt naar achter. Links komt omhoog. Land weer in die warrior toe. Dus maak het bekken als een blokje weer zwaar naar de mat. Grond bij die linkervoet. Grond bij die rechtervoet. Rijk naar voren met links. Nog steeds alsof je iets wil pakken. Rechts houd je weer een beetje in het midden. En daarmee rijk je naar achter. Voor in die beweging, inadem met armen langs je oorhoog, strek linkerbeen, kijk mee naar rechts. Uitadem het, kijk weer over links, gebruik je adem nog twee keer. Adem in, lift op, maak groot, maak lang. Uitadem het, land weer terug, in het midden. Laatste keer, adem in, lift op, maak groot, maak lang. Uitadem het, land weer rustig terug, in het midden. Rechterhand onderlangs, linkerhand land weer terug in de mat. Heupen weer samen, linkervoet gaat weer terug omhoog en naar achter. Three legged dog. Maak je weer groot. Dek je weer een beetje meer uit. En stap die linkervoet weer terug in de mat naast rechts. Downward facing dog. Inadem het rol naar je tenen. Buig je benen. Kijk naar je handen. Loop stap of spring weer naar de ruimte tot achter je handen. En vouw weer vooraf. Inadem het zoek weer je lengte en je ruimte. Flat back.
Uitadem het vouwen naar je benen toe. Utkatasana dit keer. Maak het bekken zwaar. Armen langs je oren hoog. Lengte over de wervels in je rug en je nek. Voelt het niet goed, dan breng je het geheel een klein beetje meer omhoog. Strek je iets meer in die benen. Maar je duwt nog steeds die voeten goed krachtig in de mat. Van je kleine naar je grote teen. Van de binnenkant naar de buitenkant van je voet. Heb je ruimte, dan wordt het bekken nog iets zwaarder. En voor je gevoel trek je je hielen over de mat naar achter. Je armen groeien lang. Vingers reiken op. Je kruin reikt op. Navel iets meer binnen. Onderste ribben een beetje in. Op een inademing strek je benen. Breng je handen naar je hart. En op een uitademing armen weer langs je oren hoog. Buig iets in je benen. Lift op. Maak groot. Maak lang. Kijk mee. Uitademend, rol naar beneden. Blijf klein, blijf klein, blijf klein. Plaats je handen in de mat en stap terug naar achter. Hoge plank. Volledige push-up of mini push-up als het beter voelt. Lift op. Knieën in de mat, zit wat je naar je hiel trouwens pas. Trek jezelf door je armen heen. Cobra. Of lift op naar upward facing dog. Rond over je tenen. Einde van terug. Downward facing dog. Voel weer heel even na. Twee rustige in- en uitademingen hier. En je duim ook even in de verstilling. Misschien lift je nog iets in je hiel. Of misschien kijk je of je een beetje mee kunt gronden. Hou lengte over de wervels in je rug. Hou die zachtheid een beetje in en tussen die schouders. Inadem het lift opnieuw het rechterbeen. Weer lekker op. Rechtervoet reist weer naar de voorkant van de mat. Buitenkant rechterhand. Linkerhand onder je schouder. Steeds een klein beetje verder in je ruimte zoeken. Rechter tenen wijzen zijwaarts, linker tenen wijzen zijwaarts. Dus je hielen wijzen naar de linkerkant, je tenen naar rechts. Horizontal lunge. Blijf in een low lunge als dat beter voelt voor je schouder, voor je heup, voor je knie. Draai je tenen weer terug naar de voorzijde van de mat. Rechterhand gaat weer in de mat. Laatste keer lift het omhoog en naar achter. Extended pyramids. Misschien voel je een beetje meer ruimte ontstaan, een beetje meer strekking. De achterzijde van je been, bij je hamstring. Rustig terugrondend naar je rechtervoet, buig het in je rechterknie. Rechterbeen gaat weer omhoog en terug naar achter. Richting die free legged dog. Laatste keer door die gateway pose. Dus breng die rechterknie weer naar voren in die hoge plank. En dan blijven we heel even hier voor 5. Voor 4. Voor 3. Stuur je kruin op je hiel naar achter. 2. Rechterknie gaat langzaam naar beneden. Tot achter die pols. Kickstand hem weer naar achter. Linker hiel landt in de mat. Rechterhand onder je schouder. Linkerhand reikt weer omhoog. Zoek eerst even het moment van die ruimte. En die ruimte neem je mee omhoog en naar achter. Dus linkerhand valt naar achter. Rechter komt omhoog. Linkerhand reikt naar de zijkant van je been, je knie. De rechterarm gaat langs je oor hoog. Voelt het niet goed, dan blijf je meer in het midden. En dan zoek je je ruimte weer omhoog richting het. Zwaai alle rillen groter, dat zag weer terug naar de voorzijde van de mat. Dus beide handenwanden weer terug in de mat. Linker teen in de mat, linker hiel wijst omhoog. Rechter scheen het weer terug in de mat. Lift, gebruik je core. Strek je rechterbeen weer terug omhoog en naar achter. De lifting meets three-legged dog. Three-legged dog with a warrior two. Dus stap die rechtervoet naar de voorkant van de mat. Achter of bij je rechterduim. Linker hiel landt in de mat. Linkerhand zwaait omhoog. Rijk naar achter. Rechterhand rijk naar voren. Gelijk door in die beweging. Inademen met armen langs je oren hoog lift. Kijk mee naar links. Uitademen. Kijk over rechts. Adem in. Lift op. Maak groot. Maak lang. Adem uit. Land weer terug. In het midden. Laatste keer. Adem in. Lift op. Maak groot. Maak lang. Uitademen. Land in het midden. Linkerhand gaat door de achterzijde van je been. Draai je rechterhand palm open. Inademen. Draai je rechterarm omhoog. En uitademen langs je oren als er ruimte is naar achter. Reverse your warrior. Buig je rechterknie, strek je linkerbeen. Zoek lengte omhoog en dan naar achter. Strek langzaam mee in je rechterbeen, maar blijf in je bovenlijf in reverse warrior. Dus rijk nog steeds met je kruin en je vingertoppen schuin naar achter. Hou je beide benen gestrekt. Rechterhand komt omhoog en naar voor. Linker rijkt omhoog en naar achter. Rijk met je rechterhand nog verder naar voren, dat je niet verder kan. Rechterhand gaat naar je schenen wreef, onder je knie, op de binnenkant van je rechtervoet. Linkerhand reikt omhoog, Trikonasana. Is er ruimte, dan kijk je je linkerhand na. Ga voor de ruimte langs beide flanken. Buig terug in je rechterknie. Linkerhand gaat onderlangs. Rechterhand komt buitenkant rechtervoet, lift je linkerhiel.
Rechtervoet reist weer terug naar achter. Twee. Lekker dag. Maak hem weer groot. Maak hem weer lang. Buigen in dat linkerbeen kan helpen in het verlengen met rechterbeen omhoog. Stap je rechtervoet weer terug naast links. Downward facing dog. Inademend, lift het linkerbeen. Three legged dog. Lift omhoog. Uitademend, stap die linkervoet naar de voorkant van de mat. Naar de buitenkant van je linkerhand. Blijf weer hier, weer in je low lunge. Of draai je tenen mee open naar de linkerkant. Je hielen wijzen naar rechts. Rijd met je linkerhand omhoog. Maak je nog steeds groot en lang. Rol je schouders nog steeds terug naar je rug. Heupen nog steeds een beetje meer weg bij de mat vandaan. Alsof ze aan een touwtje zitten. Verbonden met het plafond. Linkerhand weer terug in de mat. Kijk mee naar beneden. Draai je tenen weer terug naar voren. Lift je heup omhoog en uitademend. Strek een beetje meer in beide benen. Vind weer je extended pyramid. Niet hangend naar je schouders. Verdeel de kracht over je benen, je koor. Vouw iets meer naar beneden. Langs dat been. Buig weer rustig terug in dat linkerbeen. Handen weer terug in de mat. Linkervoet gaat weer terug naar achter. Three legged dog. Lift hem weer terug omhoog. Zoek weer ruimte. Laatste keer gateway pose openend. Dus breng die linker knie naar die linker elleboog. En hou hem nu even hier. Blijven we net als dan de andere kant weer even hoeven. Voor 5. Voor 4. Stuur je kruin voor je hielen achter. 3. 2. Rustig naar beneden met die linker knie langs de achterzijde van je arm. Kickstand je linkerbeen naar buiten, rechter hiel landt in de mat. Linkerhand onder je schouder, rechterhand rechterbeen omhoog. Heupen weer iets meer naar de voorzijde van je mat. Span je billen iets aan, open naar de top van je borst. Neem die ruimte mee, rijd met je rechterhand helemaal naar de achterzijde van de mat. Links komt omhoog, rechts gaat naar de zijkant van je been. Linkerarm langs je oor hoog. Of blijf weer iets meer in het midden, als dat beter voelt voor je schouder en je nek. Linkerarm zwaait weer over je hoofd heen. Grote radslag voorzijde van de mat. Draai je rechterteen de mat, heel wijs omhoog. Linker schijnen wrijf in de mat. Linkerbeen gaat weer terug omhoog en naar achter. Lekker dan. Lift op. Buig iets in dat rechterbeen. Dan heb je meer ruimte omhoog. Je legt het wel voor warrior 2. Dus stap die linkervoet voorkant van de mat. Achter in de linkerpols, binnenkant op je hand. Rechter heel land. Rechts raakt omhoog. Links raakt naar achter. Land weer een moment in die warrior 2. Dus voel de gronding, voel het fundament. Vanuit daar ga je weer door in die beweging. Adem in, lift op. Maak groot, maak lang. Uitadem het land weer terug in het midden. Nog 2 keer. Die inademing maakt je groot, maakt je lang. Rijk op, kijk op. Uitademend, land weer terug in het midden. Laatste keer, adem in, lift op, maak groot, maak lang. Uitademend, land weer rustig terug. Reverse your warrior, rechterarm naar je been, draai linkerhand palm open. Inademend, rijk op. En uitademend, hou die ruimte en rijk langs je oor naar achter. Mooi. Buig goed in dat voorste been, strek het weg in het achterste been. Zoek je ruimte en blijf je ruimte zoeken. Blijf met dat bovenlijf in die reverse. Strek alleen je linkerbeen. Dus blijf nog steeds omhoog en naar achter rijken. Hou die benen in die trikonasana. Links komt langzaam mee naar voren. Rechts komt achterlangs mee omhoog. Rijk naar voren met links tot je niet verder kunt. Linkerhand gaat naar je scheen. Je wreef op aan de binnenkant van je voet. Rechterhand rijkt op. Kijk na. Alleen als het goed voelt voor je schouder en je nek. Hou je koor goed actief. Navel nog steeds iets naar binnen. Alsof je tussen die glasplaat in staat. Buig terug in het linkerbeen. Rechterhand gaat onderlangs. Linkerhand over linkerbeen heen. Lift je rechterhiel. Linkervoet reist weer terug naar achter. En omhoog. Richting three legged dog. En dan eindigt hij weer rustig terug naast die rechtervoet. Daar wordt facing dog. Voel weer heel even na. Vinyasa flow of skip vinyasa. Rol naar je tenen. Buig de benen. Kijk naar je handen. Loop dat of spring naar de ruimte tot achter je handen en verhaal weer voorop. Inademend, zoek lengte en ruimte. Lift weg, flat weg. Uitademend, vouw je benen toe. Inademend, zoek je ruimte mee omhoog. Maak groot, maak lang. Boven je hoofd, je handen bij elkaar. Uitademend, samasthitiya. Moment van rust. Inademend, buig weer je benen. Lift weer op, zoek je ruimte. Uitademend, neem die ruimte en energie mee naar beneden. Buig onderweg je benen. Plaats je handen in de mat en stap terug naar achter. Hoge plank. Stuur je kruin naar voren, hielen naar achter. Laat je knieën landen. Mini push-up als het goed voelt.
Breng je zitbordjes weer terug naar je hiel, alsof je weer naar die trouwenspoos wil. Trek jezelf door je armen, lift door naar upward facing dog, of blijf laag in cobra. Rol over je tenen of doe via handen en knieën terug, downward facing dog. Voor heel even na. Twee rustige in, twee uitademingen hier. Steeds een beetje warmer door je lijf. Steeds een beetje meer ruimte zoekend. Net een iets andere houding, net een iets andere flow. Steeds een bekender element of een nieuw element. Inademen, het lift het rechterbeen. Three legged dog. We gaan gelijk door naar een warrior toe. Dus die rechtervoet stapt naar de binnenkant van die rechterhand, die linkerhiel landt. Linkerhand over je hoofd heen, rijk naar achter. Rechterhand rijdt op en naar voren. Land weer terug in het midden. Eén keer in een lift, dus trek het rechterbeen, armen langs je oorhoofd. Kijk mee naar niets. Uitademen, het land weer terug in die warrior toe. Linkerhand naar je bovenbeen. Inademen, het rechterhand rijdt omhoog. En uitademen, langs je oor naar achter. Op een inademing strek je langzaam in dat rechterbeen. Blijf hier. Adem uit, blijf nog steeds hier. Inademen met rechterhand naar voren. Linker komt omhoog. En uitademen met rijk naar voren met rechts. Laat je rechterhand landen op je schenenvlek. Linkerhand reikt omhoog. Kijk zijwaarts of je linkerhand na. Blijf heel even hier. Buig rustig terug in dat rechterbeen. Linkerhand gaat onderlangs. Rechterhand komt van je scheen, je knie of uit de grond. Armen langs je oren hoog. Breng je heupen samen. Maak er een hoge hartklopper van. Stuur alle ruimte omhoog. Langs de wervels in je rug, je nek, je kruin en je vingers. En grond terug naar je voeten en maak je bekken zwaar. Buiging mild in dat linkerbeen. Inademen, het lift. Maak groot en lang. Uitademend. Breng je handen voor je borst en twist. Linker elleboog buitenkant van die rechterknie. Kijk naar de punt van je mat. Kijk zijwaarts. Of kijk langs je rechter schouder naar achter. Openen mag altijd. Linkerhand reikt dan naar beneden. Rechterhand reikt omhoog. Maak je weer groot en maak je weer lang. Breng alles weer terug naar de voorzijde. Neutraal naar de mat. Dus zwaai je torso weer terug naar de voorzijde van hem. Grond in dat rechterbeen. Ik weet dat we daar nu al langer in zitten. Rijd naar voren. Kijk naar voren. Breng het gewicht naar voren. Lift dat linkerbeen als er ruimte is. Hou die buiging in dat rechterbeen. Dan heb je meer kracht om dat linkerbeen te liften. Duimen naar je borst of vingertoppen onder je schouders in de mat. En kijken of je kunt strekken langzaam in dat rechterbeen. Nog een beetje meer kracht vanuit dat bovenbeen, vanuit je bil. Zoek lengte in dat linkerbeen. Hou het linkerbeen hoger dan je lief is. Buig terug in het rechterbeen, linkertenen in de mat. Beide handen weerskanten, rechtervoet. Rechts gaat weer terug omhoog en naar achter, waar je vandaan kwam. Schoen lekker op. Lift hem terug omhoog. Rechtervoet stapt terug naast links. Downward facing dog. Door naar die andere kant. Inademen, het lift het linkerbeen. Schoen lekker op. Lift op, maak gewoon aan. We stappen weer naar die warrior toe. Dus links gaat naar de voorkant van de mat. Rechter heel land. Links rijdt over je hoofd heen en valt naar achter. Rechts rijdt en blijft achter. Links rijdt en blijft voor. Door in die beweging. Grond, adem in, lift op. Maak groot, maak lang. Uitademen, het land. Vind dat moment van rust. Blijf hier of kom mee. Door reverse. Rechterhand naar dat bovenbeen. Inademen, het rijk met links op. Uitademen, het rijk met links langs je oor naar achter. Adem in, strek langzaam in dat linkerbeen. Adem uit, blijf hier. Adem in, links valt naar voren, rechts komt omhoog. Adem uit, links rijdt nog verder door de voorbenen, blijf je trikonasana. Links land op je schenenvreef, of aan de binnenkant van je voet. Rijk op en kijk op. Blijf groot, blijf lang. Rechterhand gaat onderlangs, linkerhand komt uit de mat. Buigen met linkerbeen, schaar die heupen samen, zwaai je armen langs je oren hoog. Eerst buigend in dat rechterbeen, dus eerst krachtig in dat fundament. Dus altijd ruimte om laten te strekken in dat been als het goed voelt en je hebt de kracht. Rijk omhoog, maak je weer lang vanuit het midden. Denk aan die heupen, hou die als een blokje samen. Inademen met licht, zoek je lengte en je ruimte. Uitademen met buigen linkerbeen, handen voor je borst. Rechter elleboog buitenkant van die linkerknie. Sta je te wijd, hengel die de achterste voet een mini pas naar voren naar binnen. Kijk naar voren, schuin zijwaarts langs je schouder. Mee naar achter. Open weer mee als er ruimte is. Dan rijd rechts naar beneden en links weer naar voren. Open in je twist.
Breng je beide handen weer terug naar je borst. Hardwerkend voor dat linkerbeen. Dus rijk naar voren. Breng misschien je vingertoppen in de mat. Hou linkerbeen gebogen en lift dan het rechterbeen. Hou nog steeds die buiging in dat linkerbeen. Dan kan dat rechterbeen hoog. Hou je duim of vingertop in de mat of neem je duim voor je borst. Denk aan dat rechterbeen. Dat blijft hoger dan je lichaam is. Is er ruimte, streng het linkerbeen. Traditional Warrior 3. Maak je lang. Buig terug in het linkerbeen, de rechtertenen in de mat. Beide handen terug in de mat. Linkervoet weer terug naar achter en omhoog. Three legged dog. Laat linkervoet weer rustig terug landen naast rechts. Eindig weer. Downward facing dog. Blijf weer lekker hier. Of kom naar handen en knieën of even naar een schaatspas. Of kom mee door een vinyasa flow. Rol naar je tenen, buig je benen, kijk naar je handen. Loop stap op vinger de ruimte tot achter je handen. En vouw mee vooraf. Inademend lift. Uitademend maak klein. Adem in en de energie mee omhoog. Maak groot en lang, vind je flow. Uitademend, eindig in dat moment van rust. Dat is zo. Inademend, zoek je ruimte mee omhoog. Uitademend, rol door het midden naar beneden. Buig over je benen heen. Plaats je handen in de mat. Stap terug naar achter. Hoge plank. Volledige push-up of mini push-up. Knieën in de mat. Altijd een optie. Zitbordjes naar je heel. Trek jezelf door je armen. Lift door. Blijf laag bij de mat in cobra. Rol over je knieën en je tenen. Of kom van upward facing dog terug naar downward facing dog. Twee in, twee uitademingen hier. Voel na. Blijf bij die adem. Blijf observeren en aanvoelen. Laatste stukje van deze sequence. Pas hem aan. Vind je flow. Maak er een ritual van. Geen routine. Inademend lift het rechterbeen. Three-legged dog. Rechtervoet stapt naar de binnenkant van die rechterduim. Warrior 2. We zijn hier eerder geweest. Linkerhand reikt omhoog en valt naar achter. Rechterhand reikt omhoog. Blijft voor. Open één keer. Naar die linkerkant. Strek het rechterbeen. Laat weer terug landen in die warrior 2. Hou de kracht en de ruimte in je houding. Linkerhand naar het bovenbeen. Rechterhand komt draait open. Adem in, rijk omhoog. Adem uit. Rijk langs je oor naar achter. Op die inademing strek het rechterbeen. Blijf bovenuit in reverse. Op die uitademing blijf in die reverse. Inadem. Het rechterhand valt naar voren. Linker komt omhoog. Die uitademing rijk verder door naar voren. Rechterhand naar je scheen of vleugel. Op de binnenkant van je rechtervoet. Zoek je lengte, zoek je ruimte. Buig rustig terug in dat rechterbeen. Lift die linkerhiel. Armen langs je oren hoog. Bouw hem op. Hoge harthelper. Alles schaart in het midden mooi samen. Gaan we naar een twisted variant. Hou het achterste been meer gestrekt. Dan heb je meer ruimte in het midden. Links rijk naar voren. Rechts valt zonder dat je kijkt achter je lang open. Hou je core actief. Kijk mee zijwaarts naar die rechterkant. Mooi. Rechterhand gaat onderlangs. Ontmoet links. Armen weer langs je oren hoog. Breng ze weer rustig terug tot voor je borst. We hadden nog die Warrior 3. Dus rijk weer naar voren. Kijk maar naar voren. Breng het gewicht naar het rechterbeen. Linkertenen in de mat. Lift het linkerbeen. Hou het rechterbeen meer gebogen. Dan zit er meer kracht in. Heb je misschien iets meer. De kracht voor je balans. Is er ruimte, dan strek je rustig in dat rechterbeen. Handen mogen altijd als een kommetje op je rechterbovenbeen of je knie. Linkerbeen blijft hoog. Buig in je rechterknie. Linkertenen in de mat. Let op. Linkerknie loopt in je mat. Armen langs je oren hoog. Lift op. Rechterknie meer in lijn met je enkel. Maak groot, maak lang. Kijk dus die arms, ellebogen in lijn met je schouders, lift het hartgebied, kijk mee op. Beide handen, weerskanten van je rechtervoet. Even in de rust, alles omhoog en achter, runner stretch. Vouw een beetje over dat rechterbeen heen. Trek je tenen naar je neus als er ruimte is. Of buik iets in dat rechterbeen en hou die rechtervoet iets zachter. Vouw weer vanuit dat heupgebied. Voel weer heel even na, moment van rust. Vanuit daar grond rustig terug in je rechtervoet. Buig je rechterbeen. Linkertenen waren al in de mat. Lift je linkerbeen. Handen terug in de mat. Rechts wijst weer terug naar achter. Lekker door.
Licht omhoog, buigen naar linkerbeen, rechterbeen mag hoog, hoeft niet. Rechterbeen eindigt weer terug naar zijn downward facing dog. Het laatste stukje van die flow. We zijn erbij en dan beloof ik, gaan we een beetje meer naar de rust. Inademen, het lift het linkerbeen, three legged dog. Linkervoet reist naar de voorkant van de mat, aan de binnenkant van de linkerhand. Rechter heel lang. Rijk omhoog en naar achter. Maak groot, maak lang. Land een moment in je rust. Inademend, zoek je lengte, zoek je ruimte. Uitademend, land weer rustig terug in het midden. Heel mooi. Reverse your warrior. Rechterbeen. Linkerhand reikt op. Arm langs je oor hoog. Adem uit. Hou die ruimte. Inademend, strek het linkerbeen. Trikonasana benen, blijf in reverse. Adem uit, blijf je terug. Inademend, links komt omhoog en naar voren. Rechts komt omhoog en naar achter. Uitademen, rij naar voren en maak er je trikonasana van. Of je hand nu landt op je scheen, onder je knie of aan de binnenkant van je voet. Ga voor de ruimte. Buig rustig terug in het linkerbeen. De rechterhand onderlangs, linkerhand onderlangs, armen langs je oren hoog. Lift, maak langzaam groot, maak langzaam lang. Kom rustig omhoog. Hoge hartklopper. Buiging in het achterste been. Dan heb je wat meer balans in het midden, want we gaan naar die twist. Rechts van voor links opent naar achter. Haal het gewicht in het midden. Stuur je kraag op. Buig rechts, buig links. Strek alleen iets meer in dat rechterbeen als het goed voelt. Hou het bekken zwaar in het midden. Hou je torso zwaar in het midden. Stuur je kraag op. Grond wordt tegelijkertijd lichter. Inademend, links weer naar voren. Grond komt rechts. Armen weer langs je oren hoog. Uitademend, handen voor je borst. Laatste stukje van die effort over dat linkerbeen. Rijk naar voren, kijk naar voren. Stuur het gewicht in dat linkerbeen. Lift het rechterbeen mee omhoog. Crowded warrior. Buig in dat linkerbeen, dan heb je meer balans. En voelt het goed, dan kun je er langzaam meer in strekken. Traditional warrior three. Houd het rechterbeen nog steeds hoger dan je lief is. Stuur je kruin nog steeds naar voren. Buig terug in het linkerbeen. De rechterteen in de mat. Rechter knie laat in de mat. Dat was niet zo. Inhalen met armen langs je oren. Lift maakt groot. En dan kijk eens in die arms. Ellebogen in lijn met je schouders. Lift het hartgebied. Even weer naar dat moment van die rust. Beide handen weer terug. Weerskanten van die linkervoet. Alles gaat omhoog en naar achter. Runner stretch. Denk aan dat linkerbeen. Voelt het niet goed? Hou je die buiging. Denk vooral dat die runner stress gaat om het vouwen vanuit dat heupgebied. En lang maken van je rug. Liften, ruimte zoeken naar de top van je borst. Strekking in dat linkerbeen blijft relatief. Die komt vanzelf als er een beetje meer ruimte groeit. We bouwen hem weer langzaam op. Laatste keer naar die three-legged dog. Buig in die linkerbeen. Grond die linkervoet. Lift je rechterbeen, tenen waren al in de mat. Linkervoet reist terug omhoog en naar achter. Three-legged dog. Linkervoet landt weer terug in de mat. Terug naast rechts. Beide knieën gaan terug in de mat. Rechter, linker knie zijwaarts. Geen wreven in de mat. Zit wordt eens naar achter. Charles. Voel heel even na. Wiggle en wieg heel even heen en weer. Hard gewerkt, veel in die benen. Veel in beweging, steeds in een andere flow. Net iets anders. En toch een beetje van hetzelfde. Inademend, kijk rustig op naar je handen. En uitademend, rol met een onderrug naar je handen. En dan zwaai je voeten naar rechts, loop je handen naar links, laat je zitbordjes rustig landen. Stuur je voeten naar de voorzijde van de mat. Vind een klein beetje meer ruimte, vooral als je straks wil afrollen. En klop je benen heel even los. Draai je rondje met je voet, stuur je kruin steeds op, blijf zacht in je schouders. Pak met je rechterhand je rechterknieholt en stap je rechtervoet over je linkerbeen. Hoe dichter je rechtervoet naar je heup, hoe heftiger je twist. Linkertenen blijven vrolijk, linkerbeen is goed gegroond. Rechterhand naar je enkel, linkerhand achter je rug. Stuur je kruin op, grond je beide zitbordjes. Inademend door je twist heen, vanuit je buik naar je middenrif, naar de top van je borst.
Uitademend langs de achterzijde van je rug en je flanken. Laat de adem weer landen. Adem door je twist heen. Grond naar je rechtervoet. Doe je linkerhiel in de mat. Trek je tenen naar je neus. Twist om jezelf heen. Draai langzaam weer terug naar de voorzijde van de mat. Rechtervoet stapt over je binnenkant linkerbeen. Leun naar links. Rechterhand blijft bij je enkel. Rechterknie een klein beetje zijwaarts. Beide zitpotjes weer terug in de mat. Leun je veel naar die linkerkant om iets hoger zitten. Blijf hier. Vouw iets in het midden. Klein beetje voorover. Klein beetje tussen je beide benen in. Of vouw meer langs dat linkerbeen naar voren. Denk weer aan de lengte over je rug. Vouw weer meer vanuit dat heupgebied. Grond weer meer naar de linkerhiel. Blijf weer zachter in je schouders. De warmte die je hebt gecreëerd door je flow zorgt ervoor dat je spieren wat warmer zijn. Dat je misschien iets meer lengte kunt creëren in je stretch. Langzaamaan kom je weer terug omhoog. En dan leunen we iets naar links. Rechtervoet glijdt weer langs de binnenkant linkerbeen. Klop los. Linkerhand naar je knie holt. De linkervoet stapt over rechterbeen heen. Denk maar aan die twist. Hoe meer die hiel naar de buitenkant van je rechterbeen, hoe heftiger die twist. Hand bij je enkel, rechterhand achter je rug. Op die inademing stapel alle wervels in je rug en je nek. Stuur je kruin op. Op die uitademing blijf in je opening en je twist. En meer naar die rechterkant. Vind je ademhaling door je lijf heen. Rechter schouder wil stiekem iets naar achter, linker wil iets naar voor. Niet te veel gewicht in die rechterhand. Je zit op die beide zitbordjes in je billen. Grond terug naar je rechterhiel. Haal die rechtertenen vooral. Grond terug naar je linkervoet. Linkerknie wijst het liefst een beetje meer omhoog. Duw met je elleboog en je benen een klein beetje tegen elkaar. Heb je misschien nog een beetje meer ruimte in je twist. Kom rustig weer terug naar de voorkant van de mat. Leun een klein beetje naar rechts. Linkervoet over rechterbeen heen. Linkerhand naar je enkel. Linkerknie zijwaarts. Voel weer de grond in. Dus land weer op die beide zitpotjes. Voelt het niet goed voor je knie? Dan hou je hem dichterbij of je plaatst je linkervoet aan de binnenkant van je rechterbeen. En dan kun je net zo goed naar een forward fold of naar een klein beetje zijwaarts midden. Dus voel na, voelt het minder goed voor die knie. Dan neem je je linkervoet aan de binnenkant van je rechterbeen. Blijf weer wat hoger als dat beter voelt. Vouw weer vanuit dat heupgebied richting dat rechterbeen. Denk in lengte. Als je neus wil naar je rechterbeen. Je kin wil naar je scheen of naar je enkel. Denk in lengte. Zo blijf. Vind een rust. Voel wat er gebeurt door je lijf heen. Hou die groen. Laat die adem je helpen. Rol vanuit het midden weer langzaam terug omhoog. Beetje meer naar rechts, zodat je linkervoet weer naar de binnenkant van je rechterbeen kan. En klop je beide benen weer even los. Kantel in het bekken en roer rustig af naar achter. Wervel voor wervel. Hou je tenen in het vizier. Ronde rug naar achter. Blijf zacht voor je rug. Laat je achterhoofd landen. Schuif je voeten evenreen dichter naar het bekken. En dan evenreen je knieën door naar je borst. Kom met je van je handen om je knie. Beweeg even heen en weer. Draai een cirkeltje, masseer de spieren in je rug, aan je bekkenrand. Misschien wil je even naar een happy baby pose. Voet zo omhoog naar het plafond. Bekken blijft zwaar. En als het te heftig is of je voeten lijken echt miles away, plaats dan je handen aan de achterzijde bij je hamstring. Dan kun je je armen meer laten ontspannen, je schouders meer, je achterhoofd meer. En dan kun je nog steeds je voeten een klein beetje meer openen naar het. Heel rustig bouw je hem dan af richting je Savasana. Laat langzaam je rechtervoet landen, je linkervoet landen. En stuur om de beurt je hielen naar de punten van de mat. Laat je voeten zijwaarts draaien, een rondje meer landend naar je scheen. Misschien het bekken zwaar of lift je dat nog even. Armen zijwaarts, kleine veeg, grote tee. Misschien rol je de punten van je schouders nog een beetje naar je rug. Achterhoofd zwaar. Lig je lekker genoeg? Heb je het warm genoeg? Misschien een deken bij pakken of een
kussentje onder je knieholtes. Voel heel even na door je lijf heen. Laat de energie van de practice lekker stromen, maar je lijf nu even met rust. Wil hoeven moment even helemaal niets. Geef jezelf in dat moment van die rust echt even de tijd om bij te komen van je practice. Om alles te verwerken wat je hebt gedaan. Laat de practice door je heen stromen. Langs je heen. En van je weg. Geef je over aan dit moment bewust in de rust. Maak je lijf zwaarder. Blijf het navoelen. Alle tintelingen, prikkelingen, andere sensaties. Neem het allemaal waar, zonder een oordeel. Iedere langzame uitademing geef je je nog een beetje meer over aan de zwaartekracht. Je langzaamaan nog een beetje meer los. Blijf je een moment in die rust en laat je alles, al is het maar even, lekker zijn zoals het is. Langzaam verdiep je je ademhaling weer een beetje meer. En op het ritme van je adem zet je de bewegingen door je lijf als het goed voelt en bij je past. Doe je de practice mee vanuit huis, dan kun je natuurlijk altijd langer in die savasana blijven. Als je de tijd en de ruimte hebt. Een home practice is niet altijd ideaal, maar dit is er dan misschien wel een pluspunt. Blijf navoelen in de verstilling als dat beter voelt of past. Maak je beweging langzaam groter. Rol iets naar links, naar rechts. Misschien eindig je een moment op je rechterzij. Even grondend, even landend. Nog steeds navoelend door je lijf. Als je zover bent, dan breng je alles terug omhoog. Tot een zittende houding. Met een kruising in je benen, zoals dat goed voelt en past. Als je je handen weer landen op je knieën, je bovenbenen, kommetje naar beneden voor een beetje meer gronding. Of juist omhoog, voor een beetje meer openstaand om je heen. Stapel de wervels in je rug, in je nek, stuur je kruin iets op, maar blijf zacht in je gezicht. Nog steeds geen frons op je voorhoofd, kaken ontspannen, wangen lippen zacht. Misschien wieg je weer een klein beetje heen en weer. Serveer en voel je de verschillen na. Eindigend misschien in dezelfde houding zoals je hem ook begon. Navoelend door je lijf, wat de practice je heeft gebracht, wat die van je heeft gevraagd. Kleine en grote verschillen door je lijf. Inademend armen langs je oren hoofd, breng boven je hoofd je handen samen. Uitademend breng je handen en in naar je borst. Duimen naar je borstbeen, hart daarachter. Had je een intentie gezet, dan kom je daar nog even langs.
En dan sluiten we hem weer af met een gezamenlijke prana. Waar je ook bent, in dat ritme van je adem. Adem langzaam en volledig leeg. Adem dan weer in vanuit je buik, door je neus, naar je middenrif, naar de top van je borst. Open je mond en laat los van je zucht. Adem weer in vanuit je buik, naar je middenrif, naar de top van je borst. Voel die ruimte, die kracht, die energie voor je adem. Open je mond, laat weer los met een zucht. Laatste keer, adem in. Alle ruimte, alle kracht, alle energie. En zet aan de top van je borst de adem even vast. Hou hem even daar. Nergens andere spanning in je lijf. Heb je nog ruimte, adem er een klein beetje bij. Maar hou hem nog steeds vast. En laat hem los met een zucht. Geef alles weg wat je niet meer kunt. Dat is heel gebruikelijk. Wil je loslaten uit je practice. Wil ik jullie danken voor het samen doen en het delen van je flow. Hier met mij en met elkaar en met iedereen thuis op de mat. Blijf lief voor je lijf, zorg goed voor jezelf. En alles en iedereen om je heen. Namaste. Namaste. Rol omhoog als je zo wil in. Stuur je kruin op en open rustig. Geniet van je weekend. En voor mij, na vakantie. Bij de vakantie dan. Dus nu heb ik het twee keer niet. Nee, twee keer. Twee hele keer. Dag. Dan vergeet de vakantie en dan. Yes. Wat ga je doen dan alweer? Misschien heb je het al. Naar Italië.